Met Dinema. Joh, wat duurde dat lang? Je moet aan de slag. Er is lijk gevonden in de oude pastorie bij jou daar in Buren. Hier in Buren? Dat kan niet. Dit is zo'n mooi en vredig dorp. Hier gebeurt nooit wat. Dan is dit dus de eerste keer en jij woont dichtbij. Dus geen gezeur, maar ga direct naar plaats delict de zaak bekijken. En als er een lijk ligt, doe je niets voordat ik er ben. Oké, ik ga er direct heen. Hier heb ik vroeger nog bijbelles gehad. Ja, er woont nu al jaren geen dominee meer. Maar het is tijd dat hij hier weer eens verbouwd wordt. Het ziet er al een aardig stuk beter uit. Ja, er woont nu zo'n aparte kerel. Een zonderling type. Met zo'n artistiek vrouwtje. Laat ik maar eens aanbellen. Een lijk! Rustig, rustig, mevrouwtje. Waar is het stoffelijk overschot? Eerst zien, dan geloven. Hier binnen. Binnen? Ja. Dus het is echt waar. Ga jij maar even naar de keuken. Dan bel ik direct even de regisseur. Wat hebben we hier, Dinema? Nou, mevrouw Rosema, we hebben hier inderdaad een lijk. En volgens mij heeft de eigenaar dat gedaan. Dat is zo'n rare westerling. Hoe lang wonen die mensen hier al? Ik denk een jaartje of zo. Kijk nou eens naar dat lijk. Heb je niets geleerd op de politieschool? Dat lijk ligt er minstens 10 jaar. Dan kunnen die mensen dat hier nooit gedaan hebben dus. Minke Wezen, maar die is 12 jaar geleden zomaar vertrokken. Wie is Minke Dirma? Nou, dat was nogal een mooie meid hier in het dorp. Zij was de vrouw van de toenmalige havenmeester. En ze had nogal wat bewonderaars hier in het dorp. En er werd gefluisterd dat het niet alleen met bewonderen is gebleven. Maar ja, zo'n 12 jaar geleden is ze plotseling verdwenen. En iedereen die ging ervan uit dat ze er met een andere vent vandoor is gegaan. Nou, dan denk ik dat we maar eens even met die ex-man van haar moeten gaan praten. Lijkt me handig.